Hey en welkom op mijn YouTube kanaal MacBricks Reviews. Vandaag heb ik een leuk Lego Dimensions setje. Ik moet zeggen, dit is echt een super set voor mij, want ik ben echt een gigantische Tim Burton fan. En om die in Lego vorm te krijgen is toch wel super uniek. En ik hoop ook zeker dat ze Nightmare Before Christmas in Lego vorm gaan uitbrengen voor Dimensions. Als ze überhaupt nog Dimensions sets gaan uitbrengen. Want ik heb het een en ander gelezen op internet en als het goed is, is dit een van de laatste sets of waves die ze gaan uitbrengen. Dus dat vind ik wel erg jammer, want het zijn echt superleuke sets en superleuke minifigures elke keer. Dus laten we hopen dat ze tot doorgaan en meer leuke sets krijgen. Maar dit is in ieder geval echt een super setje voor mij, want ik ben echt een gigantische Tim Burton fan, zoals ik al zei. En Beetlejuice en Nightmare Before Christmas en Corpse Bride. Het zijn echt super films die waar ik echt een gigantische fan van ben, zeg maar. Dus laten we gauw beginnen met Beetlejuice. De minifigure. Een super leuke minifigure. Super gave prins. En ja, hij doet me echt denken aan Beetlejuice. Leuke stand. Met Beetlejuice erop natuurlijk. De onderkant is oranje zoals altijd. Ja, gewoon een super, super gave print. Super leuk chest. Ik had wel gehoopt dat zijn pak iets viezer zou zijn. Aangezien Beetlejuice een aardig vies figuur is. Hadden er wel een paar vieze plekjes op mogen zitten. Maar des te min, het is een super gave minifigure. Een nieuwe haarpiece. Nog niet eerder gezien. Dus ik denk dat dit een Beetlejuice exclusive print is. Hij heeft ook een alternate gezichtje. Ook erg leuk. Maar deze kant doet mij toch meer denken aan Beetlejuice. En ik hou hem hier ook op. Dus de minifigure is echt super, super gaaf. En dit is natuurlijk een Saturn's Sandworm. Als je de film gezien hebt, dan zal je die herkennen. En het is echt een super, super leuke beeld. Een verrassende beeld ook. Leuk hoe die samenkomt, zeg maar, in de beeld. Van dit zijn natuurlijk multiple pieces die versteld kunnen worden. Ja, het is gewoon leuk hoe die gemaakt is en hoe die gebouwd is. De Saturn Sandworm, echt een gave beeld. Super leuk. Ik heb hem nog niet gespeeld, maar dat ga ik wel zeker super snel doen. Maar er zijn ook twee alternate beelds natuurlijk nog. En dat is een Spooky Spider, zoals je kan zien, en een Haunted Vacuum. Dus een spookstofzuiger, zeg maar. Ziet er ook erg leuk uit. Ik heb alleen deze twee beelds of twee figures niet gezien in de film zelf. Misschien de vacuum wel, maar ik kan me niet herinneren, eerlijk gezegd. En ja, ik vind ze gaaf. Ik hou van Lego Dimensions. De minifigures die er altijd in zitten. De kleine beelds die erin zitten zijn altijd erg tof. En ja, zoals ik al zei, Tim Burton set in Lego is voor mij echt waanzinnig. Dus ik heb hier niks slechts over te zeggen. Behalve dat het pak misschien iets viezer had mogen wezen. Maar voor de rest is het echt een toppe minifigure en een top beeld. Dus ik zou zeggen, als jij ook een Tim Burton fan bent of een Beetlejuice fan, dan moet je dit set zeker in huis halen. En ja, verder heb ik er eigenlijk niet veel over te vertellen dan dat ik er echt razend enthousiast over ben. Dus hebben jullie wel iets slechts over dit set te melden? Of hebben jullie iets slechts over de play features in de game te melden? Laat het maar weten in de comment section. En vergeet natuurlijk niet te liken en te subscriben. En thanks for watching guys. See you later.